Alright, kick back, relax, and let's hit it again. While you go tell your mother, father, cousin, the kid, and your other friends that don't even have a clue what this doo-doo crew is about to do. You know it ain't fool's gold, this is kryptonite. Super MCs freeze when I hit the mic, right? EFF is the AKA. I keep it popping like bubble WRAP. And if you don't know by now, then listen up, stupid. CSWS came to do it. Got more flavor than you and your crew, kid. So get your hands together if you're ready to lose it. And bounce to the bounce of the breakneck beat. And like junior seniors, it's to move your feet. Yo. You bring the buckets, I bring the refreshments. And stay fresh to death like I'm choking on a breath mint. I feel I can fly. I'm on 6, 7. Hallo allemaal en leuk dat je weer kijkt naar een gloednieuwe vlog hier op It's Ultrax, de enige echte. Nou, het is vrijdag, ik heb weer weekend. Ja, jullie hebben het in de vorige vlog gehoord. Ik voel me eigenlijk nog steeds niet lekker. Ik ben vandaag wel gaan werken, bikkel die ik ben. Hè. Ik ga gewoon toch werken. En ja, sommigen blijven thuis, ik ga gewoon lekker werken. En ik moet zeggen, het is wel een stuk beter is het nu. Maar nog niet echt helemaal. Dus ik heb besloten om dit weekend niet weg te gaan. Zondag ga ik wel weg. Want zondag moet Feyenoord weer voetballen. Feyenoord. Dus daar gaan we wel. Ik weet even niet meer de tegenstander, jongens. Help me eens eventjes. Wat is de tegenstander van Feyenoord? Normaal noem ik dat altijd gelijk in één ruk noem ik dat op. Maar nu weet ik even niet meer tegen wie ze moeten voetballen van het weekend. Nou, dan zal je nu net zien. Dan kan ik hem weer niet vinden. Oh, schiet op. Zo, NOS teletext. Feyenoord moet tegen PEC Zwolle om 2:30. Kijk, hier staat het. Feyenoord, PEC Zwolle om 2:30. Dus, ja, daar ga ik natuurlijk wel naartoe. Dat ga ik niet zomaar afzeggen. Dus ja, ik ga zondag wel weer naar de Kuip. Ik denk wel met Ramon, ik weet het niet zeker. Maar dat zien we dan wel weer. En ja, hier staat... Hey, nee, helemaal niet. Ik hoef helemaal niet. Zaterdag 20 oktober, nee. Ze hoeven niet te voetballen. Ze spelen helemaal niet. Er is helemaal geen competitiewedstrijd van dit weekend. Het is pas volgend weekend. Zondag 21 oktober. 2:30. Feyenoord Zwolle. Oh, wat stom. Nou, dan heb ik deze weekend gewoon 2 dagen de tijd om lekker uit te rusten. Nou, dat is ook wel eens lekker. Eigenlijk ook wel een goed om dat een keertje lekker te doen. Lekker uitrusten. Ik heb nog heel veel editwerk te doen. Want de vlogs ben ik nog niet helemaal klaar mee. En ik ben nog ineens klaar met alle vlogs van de vakantie. Dus kun je nagaan hoe ver ik achterloop. Echt, ik loop echt gigantisch achter. Is niet normaal. Is gewoon niet meer normaal. Is gewoon niet meer normaal. Dus nou, ik ga zo even helpen eten. En dan komen de katten alweer. En de katten mogen niet op de gang. Nee, want ze zijn stout geweest. En ze mogen even niet meer op de gang komen. Dus vandaar. Nou, ik kan dus lekker van het weekend lekker uitrusten. Nou, ook wel fijn. Kijk eens eventjes lekker een keertje weekendje doen waar ik zelf zin in heb. Als ik geen zin heb om de deur uit te gaan, ga ik gewoon niet de deur uit. En als ik nog een buitenvlog wil opnemen, dan ga ik gewoon even een buitenvlog opnemen. Ik wil wel eigenlijk dat nog wel even doen. Want ik wil nog wel eventjes wat leuks opnemen. Maar ik weet nog niet wat. En ik verzin er wel wat hoor. Want er zijn echt hele leuke locaties in de buurt. om een leuke vlog op te nemen. En het is alweer een week geleden dat ik naar Centerparks geweest ben. Ja, vorige week een vrijdag. Toen zat ik in Centerparks. Met Ramon en met mijn moeder. Nou, kun je zien hè, dat... Ze zeggen wel eens van ja, vroeger was alles beter. Nou, inderdaad, vroeger was alles beter. Want vorige week zat ik gewoon lekker in Centerparks. En nu zit ik gewoon weer hier in Spijkenisse. Zit ik me weer een beetje te vervelen. Dus ja, het gaat allemaal wel goed komen. Maar ik ga in ieder geval wel even lekker uitrusten. Dat wil ik wel even doen. En dan gaan we wel zien wat we van het weekend gaan doen. Volgend weekend wordt in ieder geval druk.
Dan moet zondags dus naar Feyenoord. En de dag daarvoor, de zaterdag, de 20e, dan ga ik naar, naar Bobbejaanland. Ik heb er wel ontzettend zin in. Ga kijken wel wat er allemaal gaat gebeuren. Ramon gaat in ieder geval niet mee. Heb ik vandaag ook te horen gekregen. Ramon heb geen centjes. Dus Ramon die gaat niet mee. Dus dan wordt het alleen Kevin, ik, Vincent en Tessa. En misschien zou Tatjana nog komen. Misschien zou Destiny nog komen. Dus ik ga het wel zien. Ik ga het in ieder geval even neerleggen. En ik ga lekker even op je eten. Want ik heb ontzettende honger. En dan spreek ik jullie allemaal dadelijk weer. Tot zo. Zo, nou, inmiddels zijn we alweer 24 uur verder. Ik heb gisteren geen zin en tijd meer gehad om het vervolg op te nemen van deze vlog. Inmiddels zijn we 24 uur verder en is het zaterdagavond. En heb ik lekker weekend. Ik heb vandaag echt werkelijk helemaal niks gedaan. Lekker even uitgerust. Ik was gewoon dood en dood op. En ja, die pijn in je mond, dat is ook niet echt bevorderlijk allemaal. Dus ik heb even lekker rustig aangedaan. pijn in mijn mond is iets minder, maar ik voel het nog wel. Dus ik hoop dat het deze week voorbij gaat. Ik heb inmiddels alle vlogs van de campervenner die jullie gezien hebben allemaal. Die heb ik allemaal klaarstaan. Dus die staat allemaal in de lijst op mijn kanaal. Totdat ze de datum bereikt is wanneer ze uitgezonden mogen worden of live mogen komen. Dus dat heb ik ook al gedaan. Ik heb een flinke voorsprong weer gemaakt. Nu nog allemaal deze vlogs allemaal. Van na de vakantie tot aan nu. Het zijn er niet veel. Dus ik ga gewoon even kijken. En dan ga ik die vlogs even editen allemaal. Morgen wil ik wel naar buiten. Morgen wil ik eigenlijk twee vlogs opnemen. Dus ik moet er even snel verzinnen wat ik even ga doen. Kijk maar eventjes. Er is altijd wel een mooie locatie in de buurt om even een mooie vlog te maken en op te nemen. Dus dat komt vanzelf wel goed. Ik ga het nog even verder editen, denk ik. En ga ik weer even verder aan deze kant. Ja, vandaag is niet veel gedaan. Lekker uitgerust bij mijn twee jongetjes gebleven. Kijk, daar zitten ze. Hey, Dribbel. En kleine Boquitootje. Die is er ook natuurlijk. Dus dat komt allemaal wel goed. Ik ga het nog even verder hier. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Ja, het was even een vlogje van niet veel. Maar in ieder geval wat. Momenteel is dit dus eventjes, momenteel even aan de orde. Pijn in mijn mond, tandvlees ontstoken, vervelend. Dus ik hoop dat ik gauw weer beter ben. En het liefste voor volgende week. Want volgende week ga ik natuurlijk naar België toe. Ik zie dat de batterij bijna op is. Jongens, ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Ik zou zeggen, doe even dat duimpje de lucht in. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer. Druk op het belletje, dan word je op de hoogte gehouden als er weer een nieuwe video of livestream is. En druk op de notificaties aan door het veetje aan te vinken. Hè. Jongens, allemaal de groeten. Batterij is leeg. Doeg!